Wij gebruiken hier hoofdzakelijk een kernvoer op bedrijf. Daar doen wij zelf tarwe bij mengen, kalksteentjes tussen mengen en vloeibaar legmix toevoegen. En dat samen wordt één voer voor de kip. Het bijzondere aan dit voer is dat wij hier vloeibare legmix toevoegen. En de vloeibare legmix houdt in dat natvoer toegevoegd wordt aan kernvoer, aan droogvoer. En dat samen het fijne mineralen en de vitamine die anders onder in de voerlijn blijven, wordt gemengd met het natte voer. Zo blijft het voer homogeen en kan de kip minder selectief pikken. Dit voer, Zolik genoemd, is de afgelopen jaren samen met Arifirm, Roxel en Bonda ontwikkeld. Het voordeel van vloeibare legmix is dat het smakelijker is voor de hen. De hennen kunnen minder selectief pikken, omdat het voer vochtig is. Het is goedkoper en het is duurzamer, het voer. Omdat het een restproduct is uit de voedingsmiddelenindustrie. Een ander voordeel van nat voer is nog, vooral in de zomer, als het hete, warme periodes zijn, bij droogvoer gaan vaak de kippen minder voer opnemen, wat niet ten goede van de productie komt. Als we vochtig voer hebben, blijft de voeropname beter op peil, waardoor de productie minder snel onderuit gaat als het warm weer is. Als de kippen ouder worden, gaat vaak de schaalkwaliteit teruglopen. En door een overleg met Arifirm het voer aan te passen, proberen we zo lang mogelijk de schaalkwaliteit op orde te houden. En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld het kalk aan te passen in het voer, omdat oudere kippen meer kalk, behoefte aan kalk hebben om goede eieren te produceren.